Dick Lammers. Boarding toernooi, echte boter. Ja. In Akersloot, in de Lely. Voor het hoeveelste jaar? Voor het 15e jaar doen we dit jaar. De voorgangers, de Jacob van der Valk, hebben het ook een aantal jaar gedaan. Maar het 15e jaar is dit nu het ons regionaal echte botertoernooi. Dus, Hey, de bakermat ligt natuurlijk bij Meervogels, denk ik. Zeker weten. Vrijwilligers hebben een afkomst bij Meervogels vandaan. We hebben het eigenlijk overgenomen op een gegeven moment dat het toernooi zou stoppen. Veel jongens van onze oude leiding zaten in de jeugd. Die wilden graag het toernooi voortzetten. En zo is het eigenlijk ontstaan toen de tijd. Hey, grote namen. AZ, Feyenoord, Ajax, PSV, zag ik. Hoe komen jullie eraan? Ja, we hebben eigenlijk vanuit oudsher hebben we wat contact al met die clubs. Doordat een aantal jongens van Jan Rienstra bij Ajax speelden. En zo is de balletje gaan rollen. We hebben die contact onderhouden. En we houden het niveau hoog waardoor ze terug willen komen. Lekker muziek hier op de achtergrond. Heerlijk. Hey, vrijdagavond begonnen. De finale gespeeld door FC Uitgeest. Helaas verloren. Maar de winnaar die speelt vandaag ook met die grote jongens. Ja, dat klopt. We hebben vrijdag twee kwalifiers gehad, daarna twee finales gehad. En Fortuna en AFC hebben inderdaad het ticket bemachtigd en mogen het vandaag laten zien tegen de BVO's. Dan mag het tegen de BVO's. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk het gaafste. Daar speel je voor die vrijdag. Hè? Voor het ene ticket om dan toch maar met deze jongens mee te mogen doen. Ik noemde net al een paar ploegen. Ben ik er nog één vergeten? Fortuna, Wormerveer en AFC, die hebben zich gekwalificeerd. En dan hebben we nog AZ, Utrecht, Feyenoord, PSV en AZ uit mogen. Dus we hebben dus vijf BVO's. Is het moeilijk om die jongens elk jaar weer deze kant op te krijgen, Dick? Nou, het is eigenlijk nog mooier. Ze vragen eigenlijk vanavond al of ze bijvoorbeeld er weer mee mogen doen. Dat moet je hebben. Hey, de Lely, een fantastische locatie hier om dit te houden natuurlijk. Ja, zeker weten. De jongens van de organisatie in de horeca hebben ook geweldig gedaan. Want zonder hun kunnen wij natuurlijk ook geen mooie toernooi organiseren. De locatie, de zaal is ooit vernieuwd een paar jaar terug. Boarding is een puzzelstuk, maar dat kunnen we elk jaar weer heel makkelijk in elkaar zetten. Dus ik denk dat gewoon de hele combinatie het toernooi zo mooi maakt. En dat is het belangrijkste, denk ik. En aan een mooie sponsor. Zeker, zeker. Ja, we moeten, zonder zo echte boter kunnen we natuurlijk. Financieel moeten we natuurlijk ook wat opbrengsten binnenhalen om dit te mogen organiseren. En zonder onze sponsoren staan wij nergens natuurlijk. Hey, de jeugd van de BVO's die kosten toch geen geld, neem ik aan? Nee, dat willen wij ook niet meer betalen. Zeg maar. We hebben inmiddels een naam in de voetbalwereld mogen maken als toernooi zijn. Dus ze willen graag naar ons afreizen, maar dat is wel. Zij betalen wij zelf op. Dus,